Ik ben Pim Stichelbout, zoon van Piet Stichelbout, arts van de groep 2000 en huisarts, bestond toen niet, maar arts van Jacoba. Zijn code was 1400 ST. In de oorlog wist ik van de groep 2000 uiteraard niets. Dus de code werkte erg goed. Ik kende wel een vrij groot aantal mensen. Jacoba kwam regelmatig bij ons thuis. En ze was patiënte, maar ze was ook maatschappelijk werker. Dus ik wist nooit waarom ze kwam. En achteraf gezien was het natuurlijk een prachtig dekmantel voor contact. Arts, patiënt. Dus ze kon altijd binnenlopen zonder dat ze de politie of de SD mee op een vals spoor zetten. Maar er kwamen meer mensen bij ons thuis. Juffer van Pareren kwam regelmatig. En dominee Aris was een langzamerhand een goede huisvriend. Ja, verder uit die groep. Ik kende, vader was lid van de loge in de hier in de Vondelstraat in Amsterdam. En dan zat hij in dezelfde loge als grootmeester van Tongeren. En daar zaten toen allerlei bekenden in. Hofman van de gemeentetram, die was geen lid van de groep 2000, maar heeft wel vrij veel illegaal werk gedaan. Het katholieke volksdeel moest niets van vrijmetselaars hebben. Dat waren maar onbetrouwbare volk. Na de oorlog is er heel weinig gesproken over wat er in de oorlog gebeurde. Haast nooit. Een van de momenten was wel toen hij vertelde hoe hij de arbeidseinsatz saboteerde. Hij had een spreekuur in de Wilhelminastraat, 's ochtends om 7 uur. En daar kwamen dan patiënten. Die moesten gekeurd worden voor de arbeidseinsatz. En dat gebeurde aan het begin van de Overtoom. Daar was, ik weet niet hoe het gebouw heette, maar het was nog steeds een heel bekend gebouw. En daar zaten de keuringsartsen van de Duitse arbeidseinsatz. En dan gingen de patiënten, die gered moesten worden van de inzet, die kwamen naar de Wilhelminastraat en die kregen een katheter, dat is een klein rubber slangetje, dat in de penis werd ingebracht tot in de blaas. En als het in de blaas was, dan spoot hij urine in waarin tuberkelbacillen waren gestopt. En tuberkelbacillen die kun je heel simpel onder de microscoop met een kleuring als rood zien. Dus dat was doodsimpel. En dan zei hij, dan mochten ze niet meer plassen en ze mochten niet te veel meer drinken. En dan gingen ze naar de keuring in gewoon Atlanta heet dat geloof ik. En dan zeiden ze daar, ik wil niet naar de arbeidseinsatz, want ik heb niertuberculose. Nou ja, dat werd altijd schamper over gedaan. Maar dan moesten ze plassen. En dan plasten ze die urine waar de tuberkelbacillen in zaten. Nou ja, dan was het meteen raak. Dan afkeuren was automatisch. Want de Duitsers waren ontzettend bang voor infectieziekten als difterie en tuberculose. Nou, het grote voordeel voor die jongens was dat ze extra bondkaarten kregen omdat ze tuberculose hadden, dachten de powers that be toen in die tijd. Dat is een van de weinige dingen die vader verteld heeft.